Koningsdag is in Groningen relatief rustig verlopen. Pleinen en straten waren op een enkele Oranjefan na leeg. Ook konden er vanwege de coronacrisis geen grote evenementen worden gehouden. En dat terwijl het juist zo ontzettend aantrekkelijk weer was. Afgelopen jaren was het nooit zo mooi weer. En nu was het heel erg warm. Dus ik vind ook echt wel dat met de moeilijkheid die we hebben, eigenlijk de mensen in de stad, ondanks dat het op bepaalde plekken toch wel heel druk was, maar toch wel echt wel een compliment verdienen. Dat ze ondanks het mooie weer, het feit dat het een bijzondere dag is, Koningsdag, toch over het algemeen heel goed de regels hebben nageleefd. Want dat is echt ontzettend belangrijk dat we dat met z'n allen blijven doen. Vooral bij het Noorderplantsoen was het wel drukker dan gewenst. Maar we constateren tegelijkertijd dat de manier waarop wij de mensen hebben aangesproken op het moment dat het te druk werd, of mensen toch onvoldoende afstand werden, dat de meeste mensen zich toch wel heel goed houden aan de regels. Hè, en de anderhalve meter respecteren. En dat ook onze, en dat mag ik wel een compliment geven aan onze BOA's, onze handhavers en ook de politie, dat de manier waarop ze de mensen aanspreken blijkbaar werkt. Wat we wel hebben gezien is dat met name het eind van de dag er zoveel mensen in het Noorderplantsoen waren, dat ondanks alle goede bedoelingen van de meeste mensen daar, het gewoon te druk werd om die anderhalve meter te respecteren. En vandaar dat we op een gegeven moment rond 4 uur ook gezegd hebben, kom niet meer naar het Noorderplantsoen, het wordt gewoon te druk. Ja, want als ik het goed begrijp, we worden nu niet gelijk met bekeuringen gestrooid. Mensen worden aangesproken. Ja, wat we eigenlijk willen is dat mensen de regels naleven zoveel mogelijk. En dat betekent, het is ondoenlijk dat wij de hele tijd alles gaan controleren en iedereen maar bekeuren die het niet doen. Maar op het moment dat mensen echt over de schreef gaan, dan doen we dat natuurlijk wel. En dus als het echt sprake is van een georganiseerde overtreding en wanneer mensen zich ook niet laten corrigeren, dan volgt er natuurlijk wel een boete. Maar over het algemeen, onze BOA's en onze politieagenten, in eerste instantie spreken ze mensen erop aan. En we zien meestal wel in dat samenspel tussen de handhavers en de mensen dat ze meestal zich toch over het algemeen goed aan de regels houden en dan is een bekeuring dus niet nodig. Onder studenten heerst de laatste tijd wat onduidelijkheid over de regels. Begrijpelijk volgens Van der Schaaf. Als je heel eerlijk bent, is die verordening is niet gemaakt met in het hoofd, er zijn er nog studentenhuizen. Dus hebben we daar wat correcties op moeten toepassen. Wat we zelf hebben gedaan in Groningen, omdat wij natuurlijk als studentenstad natuurlijk wel heel bekend zijn met studenten, is dat we heel veel gesprekken gevoerd hebben. Ook vorige week nog met studentenorganisaties, dus die onduidelijkheid weg te nemen. Kijk, en het is wel zo, in huis. De regels die er zijn, die gelden voor buitenshuis, dus in de openbare ruimte. Ja, je bent in principe niet één huishouden, ook al deel je een huis. Dus ja, probeer toch ook gewoon in de buitenruimte die regels die voor iedereen gelden, als volwassenen, om die te respecteren. En dus zorg voor anderhalve meter afstand. Ga dus ook al woon je niet samen in een huis, niet met z'n achter bij elkaar in Noorderplantsoen zitten. Zorg dat je wat afstand houdt. En dat, dan in de praktijk lost zich dat ook wel heel goed op.